Welkom in deel 2 over reguliere expressies. Ik ben Fred Truijen, uw docent informatiekunde. We hadden al enkele basiselementen gezien van een reguliere expressie. We gaan nu eventjes in op een aantal speciale tekens of metakarakters. Wanneer we achter een letterlijk teken of een literal een plus zetten, dan bedoelen we het vorige teken één of meer keren. Dus dit zou A kunnen zijn, AA, AAA enzovoort. Wanneer je zegt het mag ook niet voorkomen, of meerdere keren, dan gebruik je sterretje. Wanneer je zegt het moet ofwel niet voorkomen, ofwel maximum één keer, dan gebruik je vraagteken. Nu, wanneer je wilt alterneren tussen tekens, kan je een rechtopstaande streep nemen. En bijvoorbeeld hier zeg je, ik match alle woorden die logica bevatten met een C of een K geschreven. Nu, je mag meerdere van die rechte strepen gebruiken en dus echt een hele lijst van alternatieven gaan maken. Wat je ook kan doen, dat is achter een teken of tekenreeks tussen accolades een aantal zetten, en dan bedoel je dat dat vorige in dit geval twee keer kan voorkomen. Hè. We gaan daar wel voorbeelden van zien. Afkortingen voor bepaalde tekens. Wel, een decimaal cijfer kan je dus weergeven als een keuzelijst tussen accolades 0 tot 9. Maar je kan ook backslash d, kleine d, gebruiken. Het omgekeerde van een decimaal cijfer kan je normaal zo uitdrukken met hoedje 0 tot 9. Maar je kan ook backslash hoofdletter d nemen. Dat maakt het allemaal wat leesbaarder. Whitespace karakters, en dat zijn ze eigenlijk allemaal, een tab, een nieuwe lijn, een regeleinde, een forward, dat zijn allemaal tekens die je als regeleinde kan gaan gebruiken. Wel, die kan je met één teken vatten, dat is backslash kleine s. En al hetgeen niet een whitespace is, kan je met hoofdletter s gaan uitdrukken. De hele race om alfanumerieke tekens, en daar bedoelen we, en dat is wel van belang, letters A tot Z in kleine of hoofdletters, cijfers en de underscore, het hyphen hoort er niet bij, maar wel de underscore, dat kan je met backslash kleine w. Nu, je moet er wel op letten, de meeste systemen aanvaarden wel geen tekens met diacritische tekens of accenten op. En dan het omgekeerde van de klasse alfanumeriek is backslash hoofdletter W. Bij het groeperen van uitdrukkingen, dat groeperen ga je doen om nadien, wanneer je uitdrukkingen in je tekst hebt geselecteerd, om daar iets mee te doen, om die bijvoorbeeld te wissen, te vervangen, om te keren, daar allerlei een selectie uit te maken. En zo kan je dus met haakjes heel wat groeperingen doen. Maar die groeperingen kan je ook gaan gebruiken om delen van je patroon aan te geven die je niet wilt selecteren, maar die wel belangrijk zijn om hetgeen je wel wilt selecteren af te zonderen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een non-capturing group, hè, waarbij je een vraagteken dubbel punt zet en dan een aantal tekens die aanwezig moeten zijn in de tekst, hè, maar die je niet meepakt in het geselecteerde deel. En dat kan je dan ook wat specifieker maken door vooruit te kijken, dat is een positief look ahead, waarbij je zegt, kijk, deze tekens moeten aanwezig zijn na de string. Maar ik selecteer ze niet mee. Een negatieve look ahead is dan zeggen, deze tekens moeten mogen niet aanwezig zijn vlak na de string.
Hetzelfde met een look behind, waarbij je zegt, kijk, mijn string mag niet volgen op, maar moet volgen op dergelijke tekens, hè. Dat is een positieve look behind, maar ik selecteer ze niet mee. Of de tekenreeks die ik wil selecteren mag niet volgen op een dergelijke reeks. En we gaan dat even hier tonen. En ik ga daarvoor live gaan. En je ziet hier de reguliere expressie die ons interesseert. We gaan kijken naar een positieve look ahead. Je ziet hier dat we beginnen met het begin van een woord. Woord boundary, dus moet ergens na een spatie zijn of een white space. En we zeggen, kijk, we willen een cijfer hebben één of meerdere keren. En dat blijven we verder zoeken. Dan krijg je dit. Al die cijfers worden hier geselecteerd. Je ziet dat hier heel duidelijk in dat voorbeeld. Alle cijfers die hierin staan worden geselecteerd. Nu, kunnen we dat combineren met een positieve look ahead, waarbij we zeggen, kijk, achter die cijfers moet de string px staan, maar we selecteren px niet mee. En dat zie je hier gebeuren. Dus hier staat telkens wel een cijfer, maar daar staat geen px achter. Dus wordt niet geselecteerd. Deze wel, maar die px zelf wordt niet meegenomen. Op die manier kan ik exacte waarden uit een document gaan uitlezen. Heel belangrijk als je vanuit tekstgegevens naar een Excel-omgeving bijvoorbeeld gaat. We gaan terug naar de slides en naar een volgend voorbeeld waar we uit een tekst een aantal woorden willen gaan selecteren die eindigen op vium. En je ziet hier alweer dezelfde methodiek, namelijk begin van een woord. Ik zeg hier dat het eigenlijk woordkarakters moeten zijn die nul of meerdere keren voorkomen en dan gevolgd door vium. Wanneer ik daar een plus zet, dan kan vium op zich niet geselecteerd worden. Dan moet er iets voor staan. Dat is nu niet het geval. Het mag ook nul zijn. Oké, een volgend voorbeeld. We willen uit een tekst alle getallen gaan halen met vier cijfers. En dat doen we als volgt. Je hebt hier een getal karakter en dan tussen de accolades vier keer herhaald. Op die manier kan je dat perfect gaan doseren. Naar een volgend voorbeeld. En hier zie je eigenlijk een terug die lange string die we zo even hadden om een zin te gaan selecteren. Laat ons dat even analyseren. Dus we zeggen hier dat we zoeken naar een karakter dat niet in deze reeks zit. Dus geen punt, geen uitroepteken, geen vraagteken en ook geen whitespace karakter. Gevolgd door opnieuw geen punt, geen uitroepteken, geen vraagteken, nul of meerdere keren. Dan weer gevolgd door een punt, uitroepteken of vraagteken en dat mag 0 of 1 keer voorkomen. Dat is dus het einde van onze zin, dus de punctuatie aan het einde van de zin. En dan gaan we kijken naar een lijneinde, namelijk ofwel een whitespace ofwel een einde van de regel. En dat laatste stukje selecteren we niet mee en dat zie je hier heel duidelijk gebeuren. Dus deze blanco die
nemen we niet mee. En op die manier worden hier in dit voorbeeld de zinnen geselecteerd. Volgend voorbeeld. We zoeken in de tekst voorkomsten van ontologisch, ontologic ontological en dergelijke en logisch. Logic, logicians, alles wat met logisch begint. Hoe zit dat opgebouwd? Wel, laten we nog eens online gaan kijken. Je hebt hier een groep onto die we selecteren. Die mag 0 of 1 keer voorkomen, gevolgd door log, gevolgd door ofwel een i of een y, gevolgd door een c of een s. Dat mag 0 of 1 keer voorkomen, dan gevolgd door eender welk karakter, eender hoeveel keer, en je stopt bij de kleinste match. Dus dit vraagteken betekent eigenlijk iets anders dan dit vraagteken. Dit betekent eigenlijk 0 of 1 keer. Dit betekent eigenlijk dat dat sterretje, in plaats van zo ver mogelijk te gaan kijken wat er allemaal matcht, een zo kort mogelijke match neemt. En dan nemen we een woordeinde. Wat hebben we wel gedaan? We hebben hier gezegd dat we niet naar de hoofdletters gaan kijken. Dus we hebben slash i gedaan en slash global. En dan zie je dat hij ontological en logicians, ontology, logic, logische enzovoorts, ontologische allemaal selecteert. Hij geeft ook de verschillende groepen aan. Je ziet dat we groepen hebben aangeduid en selecteert die en toont de verschillende groepen die we aangeduid hebben. Tot hier deze tweede les over reguliere expressies.